Waarom een ananas? Dat is de enige vrucht die past. Jongens, jongens! Zagen jullie dat? Ik ben een Halloween-kostuum! We zijn allemaal Halloween-kostuums. Dit is echt de coolste dag van mijn leven! Wat moet jij voorstellen? Hallo, ik ben een piraat. Ahoy! Wilt u een lolly? Welkom, welkom bij meneer Hotzik's huis van de schrik! Staan jullie al te rillen van de angst? Zij... Wat jij, jongetje? Ren jij nog niet weg? Ik ben 14. Oh, nou, je bent wat aan de bescheiden kant. Nou ja, treed binnen, als jullie durven. Snoep of ik schiet. Ik weet dat het niet echt is, maar mag ik je arm vasthouden? Hij is niet anatomisch correct. Zoiets heb ik nog nooit gezien in een spookhuis. Ben je vaak in spookhuizen geweest? Ja, ik ging er heel vaak met Tadashi heen. Oeh, een vampier. Cool. Check dit, jongens. Akelig. Hij blaast gewoon lucht in je gezicht. Meer niet. Eerlijk gezegd vind ik je gebrek aan angst verontrustend. Iedereen is wel ergens bang voor. Kom op, Gogo. Waar word jij nou echt bang van? Voor mij... zijn er denk ik hoogtes. Die van mij kennen jullie wel. Spinnen. Bah, die kruiperige engert. Uw verband zit los. Dat verhoogt de kans op een infectie. Ik ben bang voor nijlpaarden. Nijlpaarden? Maar je houdt toch van snoezige dingen? Nijlpaarden zijn niet snoezig. Nijlpaarden zijn... Kom, Gogo. Er moet toch wel iets zijn? Oké, goed. Ik haat Ierse kabouters. Ierse kabouters? Oh, wat een suffe keuze. Sorry dat je mijn grootste angst suft. Ik heb er genoeg van. Bedankt voor de komst. Kom nog eens terug. Als jullie durven. Geef ons 5 sterren graag.